Ja. Hoi, nieuwe plaatspeler. Oh, uit. Uit. Oei! En ik wil allemaal platen. Het is echt super tof, maar ik ga het allemaal nog in een filmpje laten zien. Als het jullie überhaupt interesseert. Kijk dit. Oh, jullie zagen hem al. Hoi. Ik wil even iets uitleggen over dit kanaal. Wat ik echt wel zo vaak heb gedaan. Maar het komt niet over ofzo. En ik praat misschien een beetje raar. Sinds ik naar Londen ben geweest, ben ik een zeehondje geworden. Dat had ik ook al in een video gezegd. Maar het is nog steeds niet over. Ik ben nu dus al bijna 3 weken aan het snotteren. Dat is echt insane. Ik heb geen idee hoe ik er vanaf kom. Hoi mam. Mam stuurt een berichtje. Nu ga ik over hele andere... Ja, afleiding. Oké, hoi. ik wil iets uit gaan leggen. Ja. Over dit kanaal. Dit kanaal is zeg maar mijn tweede kanaal. Ik heb een hoofdkanaal, schatke. En een tweede kanaal, vlogkanaal. Sanke 89. En dit kanaal is dus puur voor iPhone vlogs. Dingen, gebrabbel. Dus hier moet je geen kwaliteit verwachten. Of interessante dingen. Of beauty of wat dan ook. Dit ben ik. Dit krijg je. Sorry, hier moet je het mee doen. En wat ik dus echt heel vaak krijg als reactie. Ik ga mijn abonnement opzeggen. De kwaliteit is slecht. Je neemt jezelf niet serieus. Je doet nooit meer beauty. Je doet alleen maar vloggen. Maar dat is dus niet... Ja, dat is altijd hier geweest. Ik snap dat je misschien een beetje in de war bent. Dat je soms niet altijd doorhebt dat je op dit kanaal zit te kijken. Omdat je misschien op je abonnementenbox gewoon video's binnenkomen. Maar het is heel frustrerend als je een video maakt en je krijgt alleen maar dat soort reacties. Van, je neemt jezelf niet serieus. Want nee, ik neem mezelf hier niet serieus. Want dit is niet serieus. Dit is, ja, dit is het gewoon. Dus, ja. En ik heb net een video opgenomen voor mijn hoofdkanaal. Dus die komt hopelijk vandaag nog online. Maar het is hier, internet is hier echt om te huilen. En ik zit om te denken om misschien mijn eigen internet te nemen als dat überhaupt kan. Geen idee. Maar dat is op dit moment best wel nodig. Omdat ik echt heel weinig kan qua uploaden. En dingen bekijken en doen. En dat heb ik gewoon echt heel erg nodig. Ook omdat ik soms echt video's gepland online moet hebben. Omdat dat gewoon is afgesproken, zeg maar. Weet je wel. En het lukt me dan niet. Dat is slecht. En dat is irritant. Dus. Ja. Verder... is er heel veel gebeurd, maar ik kan, je wil, ga daar nog niet veel over zeggen. Ja, weet je, ik weet het niet. Ik weet het even niet. Als ik dingen vertel, dan krijg ik vaak de stempel negatief op mijn hoofd. En misschien ben ik, ik geef toe dat ik nu op dit moment niet de positiefste mens op de wereld ben. En dat snap ik helemaal als jullie daar geen zin in hebben. Het is, weet je, als ik mezelf op de unfollow-knop kon drukken, zou ik het ook doen. Om er vanaf te zijn, maar helaas kan ik dat niet. Heel jeetje, volgens mij wordt het er niet duidelijker op, hè, hoe ik brabbel. Ja. Dus, dat misschien ooit. The Gathering. Ja, ik had dat eigenlijk in die andere video moeten doen. Maar ik ben het vergeten. Want je kan maar tot volgende week zondag 17 maart kan je maar kaarten kopen. En er zijn er nu al meer dan 1000. 1000 verkocht. Ik ben serieus echt bang om te gaan. Oké, maar er zijn dus nog een paar kaarten te kopen op dutchyoutubegathering.nl. En ik ga wel wat dingen doen op de gathering. En daar wil ik nog niet veel over zeggen, maar wel prijzen en leuke dingen. Ook... Ja, ik weet niet. Ik ga het gewoon niet zeggen. Want als je mij leuk vindt en wil komen en zin hebt in leuke dingen, moet je komen. Moet je gewoon een kaartje kopen. En je moet ook op tijd komen. Want ik ga het niet voor iedereen doen, want dan kan ik het zelf niet aan. Dus. Dus. Dat was een korte, onduidelijke samenvatting van de interwebs. Denk ik. Ik ga nu mijn filmpje bewerken en thee drinken. Het is koud en nat en deprimerend. En de lente begon en toen ging die weg.
En toen was ik weer drie. Ik kreeg allemaal meldingen op mijn laptop die ik niet wil. Dus, nou, allemaal een heel fijn weekend. Geniet van het weer. Geniet van de mensen om je heen. Geniet van het leven. Geniet van je huisdieren. Geniet van de filmpjes op YouTube. En geniet